Welkom allemaal bij deze webinar over de digitale zorgpadentool. Deze webinar is vooral bedoeld voor wat wij noemen zogenaamde key users. Dat zijn de mensen die de zorgpadentool vullen met gegevens en ook het proces daaromheen beheren. We hebben vandaag een mooi programma samengesteld waarin Martien Kroeze, de ontwikkelaar van de digitale zorgpadentool, iets gaat vertellen over het gebruik ervan, hè, hoe gaat het in zijn werk. Maar waar we ook twee gemeenten hebben gevraagd, de gemeente Gouda en de gemeente Kerkrade uit Zuid-Limburg, om hun ervaringen te delen, want zij hebben de tool al gevuld. Hoe is dat proces gegaan? Wat ben je tegengekomen? En wat natuurlijk ook belangrijk is, als die eenmaal gevuld is, hoe zorg je er dan voor dat mensen hem ook daadwerkelijk gaan benutten in de praktijk? Dus we zijn hartstikke blij dat deze mensen daar iets over willen vertellen vandaag. De tool is ontwikkeld in opdracht van VWS, het Landelijk Actieprogramma Kansrijke Start. En daarom hebben wij ook vandaag Angela Uitdewillige, programmamanager Kansrijke Start, uitgenodigd om daar even kort iets over te vertellen. Angela, mag ik jou het woord geven? Zeker, dankjewel Christa. Welkom allemaal, mooi dat jullie hierbij zijn en dus jullie nou, in ieder geval plannen hebben om te starten met deze tool. Maar misschien kort even naar Angela Uitdewillige, dus programmamanager Kansrijke Start, alweer sinds 3 jaar. Zoals jullie allemaal weten, nou, zijn we ook alweer 3 jaar bezig met dit mooie programma. Om nou ja, met elkaar ervoor te zorgen dat we aanstaande ouders in de kwetsbare situatie zo goed mogelijk ondersteunen door zo vroegtijdig mogelijk de goede ondersteuning en interventies in te zetten voor deze groep ouders. En we doen dat eigenlijk vooral via de lokale coalitie, zoals jullie weten, en via de professionals. En we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan van het programma hebben we... nou ja, we kijken natuurlijk heel erg naar van wat hebben jullie als lokale coalitie naar nodig om zo goed mogelijk deze groep ouders te ondersteunen. En welke tools kunnen we daar nou zo goed mogelijk bij gebruiken? Nou, een aantal tools zijn ontwikkeld in de loop der tijd die jullie ook gebruiken. Denk aan de klantroutes, analyse tool, de menukaart. En nu zijn dus ook de zorgpadentool sinds nou, kort voor de zomer bijgekomen. Eigenlijk in navolging van het noorden waar deze tool al wordt gebruikt. En nou, vandaag horen jullie ook van 2 gemeenten hoe dat al, wat daar de ervaringen mee zijn. Maar eigenlijk vooral bedoelt die tool zodat professionals elkaar nog beter weten te vinden. Hè? Dat is een superbelangrijk onderdeel van het verder versterken van het vergroten op een kansrijke start voor elk kind. Van hoe krijgen we nou voor elkaar om de ketenaanpak rond die 1000 dagen, rond die eerste 1000 dagen, om die zo sluitend mogelijk te krijgen. En dan helpt het gewoon enorm als professionals elkaar zo goed mogelijk weten te vinden. En daar kunnen we echt nog stappen in zetten. En deze tool gaat er hopelijk ons erg in helpen. Dus daarover gaan jullie meer horen in deze webinar. Dus nou, allemaal goed webinar toegewenst. Dankjewel, Angela. Ja, ik ga er even nog tussen zitten, want ik bedacht, maar ik moet nog even een huishoudelijke mededeling doen. Deze webinar wordt namelijk opgenomen. Als je niet in beeld wil komen, dan kan je je camera uitlaten. Voor ons is het natuurlijk op zich wel fijn om te zien wie er allemaal zijn. Maar dat is prima als je zegt, nou, ik wil niet in de opname zitten, dan is dat een goede oplossing. Als je vragen hebt tussendoor, dan kun je ze in de chat zetten. Carla en Danielle zijn er vandaag ook bij van het team van VAROS, om jullie vragen goed in de gaten te houden en ook terug te leggen bij de sprekers op dat moment. En je kunt ook eventueel even je handje opsteken. Angela was net bezig om het woord te geven aan Martien. Dus dat zal ik bij deze alsnog doen. Want Martien gaat ons zoals gezegd iets vertellen over deze tool. En hoe je deze als key user kunt gaan benutten. Martien, mag ik jou het woord geven? Nou, hopelijk dat jullie mij horen. Ik ben Martien Kroeze. Ik ben adviseur bij Impology. Ben betrokken bij Kansrijke Start. In behoorlijk wat gemeenten en ook bestuurder van de federatie van VSV's. Ik heb mee mogen helpen om deze zorgpadentool te ontwikkelen. Wat we vandaag gaan doen is even stapsgewijs een korte toelichting erop geven. Hoe kun je hem nu ook vooral als gemeente gebruiken? Wat is het nut, noodzaak daarvan?
Nou, dit is even een spoorboekje. Wat is het? Het is een hulpinstrument voor zorgverleners heel vroeg in het leven, hè, van kinderen die geboren gaan worden, dus de verloskundige zorgprofessionals, om risico's in te schatten. En vooral risico's die liggen op het psychosociale vlak. Ze zijn natuurlijk van huis uit opgeleid om vooral medisch te kijken en te filteren. We weten inmiddels dat 60% niet medisch is van die risico's op verslechterde zorguitkomsten. Deze tool helpt daarbij. En we laten straks even zien over welke onderwerpen we dan bijvoorbeeld hebben. Wat heb je ervan? Nou, als je zeg maar sneller die risico's in beeld krijgt en hebt, dan kun je ook veel sneller ondersteuning gaan aanbieden. En samen met het gezin in gesprek over waarom dat nodig is om te doen. Dus het helpt je, deze tool, om de ondersteuning lokaal te vinden. Een verloskundige uit, ik zat een paar weken geleden in Maastricht, uit Valkenburg, die heeft, ja, goed of niet goed, niet alleen maar zwangeren uit de gemeente Valkenburg onder zorg. Ja, die kunnen ook uit, nou, Kerkrade is misschien wat verder geschoten, maar Maastricht misschien wel. En dan wil je ook in die andere gemeente zo snel mogelijk weten wie je moet hebben op een bepaald thema. Hoe vervolgens dat geregeld is, dat kan in al die gemeenten verschillen. En ook daar helpt deze tool. En waarom doen we het? Nou, we weten inmiddels zeg maar hoe groot die effecten zijn om eigenlijk al, ja, tijdens die zwangerschap preventieve acties of interventies in te zetten. Iedereen kent dit plaatje. Elke universiteit die haat dit natuurlijk. Want al die kostbare opleidingen staan eigenlijk niet in verhouding totdat je wel heel vroeg in een leven al kunt doen. Waarvoor zitten we nu? Het gaat nu over de invoer en ook het beheer van die gemeentelijke variabelen. Wie zijn daarvoor verantwoordelijk? In principe de beleidsadviseurs van elke gemeente. Alleen kunnen die dat wel uitbesteden. Hij is te vinden op de site van Faros. En ook, dit is dus de landingspagina. Hier, nou, ik heb hier net al Kerkrade in getoetst. Dan zien we hier een overzicht van 17 risico's of kwetsbaarheden. Dit overzicht is voor alle gemeenten gelijk. Op het moment dat je de gemeente selecteert en een zorgpad aanklikt, dit gaat over belastingvoorgeschiedenis of kindermishandeling. De informatie die in stroomschema staat en hieronder, wie moet ik nu hebben? Nou, dat is in Kerkrade team jeugdhulp. Of het gaat via de JGZ Parkstad met meteen contactgegevens waar ik terecht kan als ik vragen heb over problemen in het gezin rondom kindermishandeling van de kinderen die er mogelijk al zijn. Het is voor jullie veel interessanter nog om te kijken wat gaat er nou gebeuren als ik hem zelf moet invullen. Ik doe dat heel snel. Ik ben al ingelogd. We hebben toevallig een extra gemeente aangemaakt. Die heet Mijn Goede Start. Eenmalig meld je aan met een mailadres en een wachtwoord. Je logt in. En als beleidsadviseur krijg je dan sowieso een pop-up te zien met een hele korte, volgens mij anderhalve minuut durende video, waarin uitgelegd wordt hoe je dashboard eruit ziet met die 8 tegels. Ik klik hem even weg, maar die kun je telkens laten zien. En dit zijn die 8 tegels. De eerste keer staat hier zorgpaden invullen. Voor mijn gemeente zijn ze al ingevuld, dus wordt die automatisch naar updaten gezet. En hier kun je stapsgewijs doorheen lopen. Dat kan je zelf doen, dat kun je samen met je lokale coalitie doen. Of een van de partners met wie je dit samen wil invullen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook zeggen, joh, hartstikke mooi, maar ik ben van WMO of juist van jeugd en ik heb helemaal geen verstand van inkomen. En juist op het thema inkomen zeg van ja, ik heb geen idee wie we daar bij mijn gemeente nou voor moeten hebben. Er is in voorzien dat als je hem wil updaten of invullen. Even kijken, ik zie het niet helemaal. Onderin, zien jullie wel helemaal onderin de stap dat je iemand kunt uitnodigen om hem. Ja, oké. Daar zie ik jullie beelden staan.
Dus je kunt ook je collega hier uitnodigen om dit zorgpad in te vullen waar je zelf geen verstand van hebt. Dat kan binnen je gemeente, maar dat kan dus ook buiten de organisatie van de gemeente zelf. Dat kan zeker dus ook een van de partners zijn die dat doet. En dan pak ik maar even de eerste. Elk zorgpad is opgebouwd. Dat je aan de rechterzijde het zorgpad ziet, dat er met een gele markering is aangegeven waar het variabele veld zit van dat zorgpad. Dus dat is in dit geval de toelichting hieronder. En in het midden staat vervolgens, oké, wat is nou de bedoeling van deze variabele? Wat zou je hier kunnen invullen? In dit geval is het dus gewenst om hier de zorgverleners in te vullen of de afspraken set voor zwangeren met psychische hulpvraag. Hoe heb je dat in jouw gemeente geregeld? Welke afspraken heb je daar mogelijk gemaakt? Gaat dat via een sociaal team of wordt alles via de POH's gedaan? Dat is de informatie die zorgverleners willen weten en zoeken. En die kun je hierin invullen. Dan ga ik nog even een stapje terug. Je kunt behalve zeg maar, deze toelichting ook kijken wat de voorbeeldgemeente, Mijn Goede Start, daar heeft ingevuld. Zie dat eventueel als een soort van inspiratie wat je hier neer zou kunnen zetten. Maar je bepaalt dus zelf wat je hier invult als gemeente. En op het moment dat je hier iets invult en je klikt op opslaan, dan zie je meteen aan de rechterzijde, dan wordt die gele balk van het variabele veld wordt meteen gevuld met de informatie die je hier zelf in hebt gevuld in jouw veld. We hebben zo opgebouwd dat je eigenlijk stapsgewijs door de verschillende zorgpaden heen kunt lopen. Maar het kan ook zijn dat je zegt van joh, ik kies eerst de zorgpaden waar ik zelf niks van af weet. En die stuur ik vast door. En daarna vul ik hem zelf. Dit is even denk qua invullen, even de highlight. Het is denk voor mij nu even goed om te vragen. Ik zie een chatbericht. Oh nee, dat was van net. Zijn er al deelnemers die hebben geoefend en vragen hebben over het invullen in het webinar? Het is vooral een kwestie van durf het aan om in te loggen en daarmee te gaan oefenen. Als er vragen zijn, de adviseurs van Faros kunnen daar ook bij helpen. Als er technische problemen zijn, kun je aan de rechterkant ook meteen je feedback geven. Waarbij je kunt kiezen van, het is het design of het dashboard waar ik vragen of complimenten over heb. Hè. Die vragen worden zo snel mogelijk opgevolgd, die worden gefilterd. Die komen of technisch terecht bij de ontwikkelaar en inhoudelijk komen ze ook zo snel mogelijk, worden ze zo snel mogelijk opgepakt om jullie van een antwoord te voorzien. Martien, klinkt heel makkelijk, hè? Ja, er zijn een paar vragen in de chat. Een Ingrid Kranen die vraagt zich af of alles meteen zichtbaar is voor bezoekers, of dat je het ook offline kunt opslaan. Ja, heel goed. En zichtbaar kunt maken als een zorgpad compleet is. Ja. Ik ga even een stapje terug. Aan het einde van het... Sorry, terug naar het dashboard. Als je bij het laatste zorgpad bent en je gaat hem voor het eerst invullen, dan krijg je ook een opslaan en publiceren knop. Dus je kunt hem op dat moment opslaan. Handig is, zien we ook al in de praktijk, dat je naar de publicatiestatus gaat. En dan kun je hier klikken op zorgpaden publiceren. En dan kun je voor jezelf nogmaals een laatste check. Heb ik alle variabele velden die er zijn, heb ik die ingevuld? En dat zie je hier aan de rechterzijde. Je ziet per zorgpad hoeveel variabelen je hebt. En of dat je die inderdaad allemaal hebt ingevuld of niet. Dus als alles op groen staat, dan zeg je van dan ga ik hem nu publiceren. Dus hou je hem eerst even offline. En je kunt ook nog kiezen om dat met één of twee collega's nog een keer door te lopen. Of met je lokale coalitie. Ik hoop dat dat een antwoord is op de vraag van Ingrid. En de andere is, moeten collega's ook een account hebben om... Ja, als je hem invult, heb je een account nodig. Er kunnen
per gemeente 3 accounts aangemaakt worden. Maar het is dus als ik iemand vraag om 1 zorgpad voor me in te vullen, die persoon heeft geen account nodig. Die ziet ook alleen maar die pagina, die kan niet doorklikken naar iets anders. Die kan alleen maar dat variabele veld invullen. En vervolgens zeggen we, nou, ik heb mijn gegevens ingevuld, ik ben klaar. En dan krijgt jij, zeg maar, als beleidsadviseur krijgt een signaal van, nou, Pietje heeft dit zorgpad ingevuld. Kijk maar eens even of dat je je daarin kunt vinden in die tekst. Of, zij hebben dus geen account nodig. Maar je kunt met 3 collega's hierin in werken. En die kun je ook, stel dat de collega weggaat, je kunt het account ook overschrijven als je daar een nieuw iemand toegang toe wil geven. Dat denk ik. Zijn er nog andere vragen? Nou, het idee is vooral, ga ermee beginnen. En gaandeweg, als je hem online hebt gezet, maar zometeen komen er ook 2 gemeenten nog te spreken, dan komen er vanzelf een aantal van deze andere blokjes om de hoek kijken. Zoals bijvoorbeeld de statistieken die gebruikt worden, die zij daar, waar zij dus, zeg maar, de gegevens voor gebruiken om ook weer terug te brengen in hun lokale coalitie. Ik check nog 1 keer de chat. Nee, ik zie geen nieuwe vragen staan. Oké, Martien, dank je wel voor deze korte toelichting. En wat jij inderdaad zegt is dat we dachten dat het mooi is om ook een paar gemeentes even aan het woord te laten die inmiddels met het zorgpad werken of in ieder geval hebben gevuld. De eerste gemeente die we daar voor hebben gevraagd is de gemeente Gouda. Brenda Brandsma is aanwezig. Welkom Brenda. Wij zijn eigenlijk wel heel benieuwd. Jullie waren, of zijn pilotgemeente geweest, hè? Ik zie dat er ondertussen trouwens nog een vraag binnenkomt. Die pakken we zo meteen even op. Laat eerst eventjes Brenda aan het woord. Brenda, kun jij kort vertellen hoe het gegaan is, het vullen van het zorgpad in Gouda? Ja, zeker. Hallo allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is denk ik heel goed om, je zei het net al even, maar ook om nog een keertje te benoemen dat we pilotgemeente waren. Want ik ben net ingelogd en ik zie dat er inmiddels digitaal alweer veel meer mogelijk is dan destijds toen wij begonnen. Wij zijn met elkaar om de tafel gaan zitten en met elkaar houdt dan in de lokale coalitie en alle beleidsmedewerkers. Want het gaat echt wel over verschillende terreinen bij ons. Dat is niet 1 poppetje, dus het is handig om vooral ook je collega's hier goed bij te betrekken. En we zijn om de tafel gaan zitten en we hebben gekeken naar alle zorgpaden. Ik werkte toen ook inderdaad samen met Martien en Martien had een mooi overzicht van in het geel welke dingen we welke flexibel waren, variabel waren om in te vullen. Tijdens die bijeenkomst hebben we een verdeling gemaakt van wie gaat wat oppakken of nog uitvragen bij de verschillende partners. Want ook niet alle partners konden we aan tafel vragen. En soms vroegen we toch nog wel om dat wat verder uit te vragen. En we hebben in Gouda wel geprobeerd om het ook zo klein mogelijk te maken. Dus om echt te zorgen dat daar een telefoonnummer stond van de juiste persoon. En niet van een hele brede organisatie. Omdat je dan alsnog weer heel erg aan het zoeken bent bij wie moet je dan zijn. Maar goed, dat moet iemand natuurlijk ook wel willen. En dat vraagt ook wel iets om alles up-to-date te houden, zeg maar. Want er zijn ook wel regelmatig wat wisselingen in personeel. Daar vind ik zelf wel, daar ligt wel een uitdaging. Dus als dat wat lastiger was, dan hebben we het toch wel bij een organisatie gewoon breed gehouden. Vervolgens hebben we alles gevuld. En zijn we van start gegaan. En dus de coalitie heeft daarbij input geleverd. En
beleidsadviseurs. En die hebben ook weer een achterban gebruikt om de zorgpaden te vullen. Ja. En dan is het misschien wel mooi de vraag die net in de chat stond van Roelie. Hoe gaan jullie er nu voor zorgen om, om het levend te maken? Dat ook inderdaad alle professionals de zorgpaden gaan gebruiken. Ja, dat is echt voor ons de stap waar we nu ook bij zijn aanbeland. We hebben een hele mooie tool, hartstikke fijn. Maar ik denk dat we daarin echt nog iets te doen hebben in onze communicatie. Uiteraard hebben we het wel gemaild en een mooi linkje erbij. Maar uiteindelijk is dat denk ik zelf niet genoeg om het ook levendig te houden. Ook vooral bij het medisch domein, voor wie dit eigenlijk een hele mooie tool is om te gebruiken. Moet je denk ik echt wel een plan hebben van hoe zorg je nou ook echt voor de implementatie. En dan kom je er niet met alleen een mailtje van ik kan deze tool gebruiken. Dus we zijn nu als coalitie daar over aan het nadenken van hoe kunnen we nou een soort van communicatiecampagne opzetten zodat dit ook daadwerkelijk gaat landen bij de verschillende organisaties. Want dat is natuurlijk niet alleen het medisch domein, maar ook het sociaal domein is natuurlijk hartstikke belangrijk om te weten dat dit bestaat. We krijgen wel van iedereen terug die er bekend mee is dat het echt heel erg handig is. Want het is steeds een stroomschema die je heel makkelijk kan volgen. En iedereen doet het op dezelfde manier. En het scheelt gewoon heel erg veel tijd. Van de verloskundige hebben we ook terug te horen gekregen van, ja, wij hebben gewoon niet altijd de tijd om met iedereen in gesprek te gaan. Heel uitgebreid verhaal. En voor ons is het soms ook echt een weerwar aan organisaties en bij wie moet je zijn. En zij vinden deze tool, zeg maar, de zorgpaden, echt heel erg handig in hun dagelijkse praktijk en in hun werk. Maar wij hebben nog wel echt wat te doen om dat breder neer te zetten. Dus dat is onderdeel van het plan van aanpak binnen Kansrijke Start Breed. Ja. Dank je, Brenda. Mooi zoals je daarover vertelt. Ik zie dat Martien een handje heeft opgestoken. Martien, misschien naar aanleiding van het verhaal van Brenda, dat je iets wil aanvullen? Ja, ik denk ook op je laatste vraag. Maar daar ligt wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik denk, wat Brenda terecht aangeeft, dat bespreken we in de lokale coalitie. Maar een deel van die partners die ook dit instrument gaan gebruiken, zijn de zorgverleners. En het is voor hen, hè, als ik pak ik maar even mee, het VSV in Zwang, hè, zoals het heet in Gouda en omstreken. Voor hen is het pas echt de go-to tool als alle omliggende gemeenten van hun verzorgingsgebied er ook in staan. En daar worden nu ook, zeg maar, door die zorgverleners de stappen gezet. Zijn er al lokale coalities? Ja, dan gaan we daar bespreken. Zijn ze het nog niet? Dan gaan zij de gesprekken met die gemeente aan. Dat ze zegt, we willen het net zo, in dit geval, als Gouda hebben. Want we willen in ons hele verzorgingsgebied die zoektijd verkorten. En daar helpt deze tool bij. Dus daar zie je, zeg maar, dat het een soort van, een soort yo-yo-effect is. De gemeenten moeten het willen en doen en dat bespreken en het gebruik stimuleren. Maar ook, zeg maar, het bovenregionale aanpak, hè, vanuit het VSV, die moeten er ook iets mee gaan doen. En we zien langzaam, moet ik heel eerlijk zeggen, maar langzamerhand wel die stappen gebeuren. En Joep zal er straks ook iets over zeggen, denk ik, in Zuid-Limburg, waar dat ook doet. Ja, verschillende aanvliegroutes, zeg jij eigenlijk, hè? Ja. Zowel vanuit de gemeente als vanuit de VSV's. Dat is de ideale situatie. Roelie, jij hebt ook je handje opgestoken. Jij had net die vraag gesteld. Heb jij nog een vraag voor Brenda? Ik zie Roelie eventjes niet meer. Roelie staat op mute. Staat op mute. Sorry, excuus. Even de mededeling. Ik ga eruit vanwege een andere overleg. Maar ik heb samen met mijn team aan de doorontwikkeling van deze zorgpaden gestaan een aantal jaren geleden. Want het mooie is, het komt vanuit de zorgverlener waar ik toen nog was, samen met gynaecologen. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat dat meegegeven wordt. Dat juist die zorgverleners zo enthousiast waren over deze tool. Omdat ze gemeenteoverstijgend werkten, inderdaad.
Ja, dus, jij, heel veel succes. En, ik kan nog even zeggen, jij bent zelf ook verloskundige, toch? Dus jij hebt ook mijn achtergrond is verloskundige. En daar kwam ook de vraag vandaan. Van, goh, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat ik als verloskundige weet van in gemeente X is het zo daar geregeld, in gemeente Y is het zo geregeld. Dus dan is dit een heel mooie, als iedereen een mooie invult, een hele, hele mooie tool. Dus dank jullie wel. Succes verder. Dank je, Roelie. Check nog even of er andere vragen zijn voor Brenda. Ik zie ze niet in de chat. Dus Brenda, nogmaals dank voor jouw toelichting. Ik vind het, wat net al is gezegd, hè, er is nog een gemeente waar al een paar keer een bruggetje naar is gemaakt. Waar ook in de regio zeg maar, wordt samengewerkt. Dus ik wil de volgende gemeente, Joep Heuts, vragen van de gemeente Kerkrade om te vertellen hoe zij het hebben aangepakt. En Joep, ik weet dat jij een aantal dia's hebt die jij ook wilt laten zien. Ja, dat klopt. En ik heb een Danielle gevraagd om die te delen. Yes. Ja, welkom. Ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben. Mijn naam is Joep Heuts, beleidsmedewerker bij de gemeente Kerkrade. Nou, Martien had het er al over Valkenburg, een voorstelling in Kerkrade. Het ligt niet zo ver uit de buurt, maar toch. Bij ons is de aanvliegroute iets anders geweest dan Gouda. Dus dat is denk ik ook wel een, wel mooi om aan te geven dat het niet één route is die je kan gebruiken. Wij zijn ook een pilotgemeente. De problematieken binnen het sociale veld is in deze regio vrij fors. Als het gaat om achterstanden, jeugdhulpverlening, vroege zwangerschappen, tienerzwangerschappen, et cetera. Dus we waren ook zeker een kansrijke start. Waren we zeer, zeer enthousiast ook om deze tool te gaan gebruiken. Bij ons is het wel zo dat wij eerst met een heel klein groepje hebben gevuld en daarna pas naar een lokale coalitie zijn gegaan. En dat heeft er gewoon mee te maken dat wij op een paar mensen zijn ingestapt en een hele korte tijdsperiode hadden om hem te vullen voordat de eerste release uitkwam. Dus vandaar dat wij een andere route hebben gehanteerd en gehouden. Nou, waarom vonden wij het van belangrijk? Schoenmaker blijft bij je leest. Dat is een uitdrukking die ik vaker heb gehoord de afgelopen jaren, ook van een aantal verloskundigen. En om toch één voorbeeld daarbij te noemen, een van de verloskundigen in Kerkrade, die zei tegen mij van, het moment dat ik een zwangere op consult krijg, om een spreekuur krijg, en zij ervaart medische problemen, bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, maar die komen niet vanuit een medische oorzaak, maar komen bijvoorbeeld doordat ze financiële problemen heeft, dan kan ik daar als verloskundige relatief weinig mee. Maar het moet wel opgelost worden, want als deze mevrouw het probleem opgelost krijgt, waardoor ze tot rust komt, gaat die bloeddruk ook mogelijk omlaag. Dus zegt ze, maar daar heb ik niet, dat is niet mijn core business. Dus ik heb mensen nodig waar het wel de core business bij is. Nou, zo zijn er meerdere voorbeelden van om deze tool heel goed te gebruiken, om heel snel, effectief, preventief in te zetten. Nou, hoe zijn we begonnen? Zoals Gouden net ook al heeft verteld, hebben wij ook met Martien gesproken en met de velden, wat was standaard, wat was variabel, hebben we naar gekeken. Dan hebben we een verdeling gemaakt. Oh, een verdeling. Ik zet het straks. Ik hoor niet iemand anders, kan dat? De verdeling die we hebben gemaakt is dat de kwartiermaker kansrijke start in onze regio, die is met name met de VSV's en het ziekenhuis aan de gang gegaan. Kan het zijn dat ik Anja Bouwens hoor? Ja, het lijkt inderdaad alsof iemand de microfoon aan heeft staan. Dus misschien kunnen we even allemaal weer op mute zetten, behalve Joep. Oké, dan ga ik verder. De kwartiermaker kansrijke start heeft met name met de ziekenhuizen en de VSV's contact gehad. En een collega van mij, een consulent jeugd, heb ik erbij betrokken. En ik zelf zijn met name gaan kijken naar de andere velden waar we iets over wilden gaan zetten. En zo hebben we dat met elkaar verdeeld. En hebben we in feite in een termijn van 2 weken hebben we alle velden bij elkaar gehaald, geïnventariseerd. Wat is er allemaal?
bij onze partners te raden gaan en zij vervolgens gaan vullen. En Danielle, als je naar de volgende slide gaat, dankjewel. Nou, wat is dan onze ervaring als het gaat om het vullen? Een groot voordeel is dat we zelf enorme kennisvergroting krijgen van wat is er nou eigenlijk allemaal? En hoeveel partners hebben we en wat doen ze eigenlijk? Want dan merken we het toch wel dat je wel een bepaald beeld hebt, maar dat je zo wel erachter komt wat ze allemaal doen. Verder hebben we ook geconstateerd dat het medische domein en het sociaal domein heel weinig van elkaar weet. Maar daar is, daar is het zo fijn dat we ook andere trajecten kansrijk starten, zoals knooppunten hebben waarin we die twee velden bij elkaar brengen. Maar wat we ook gezien hebben is dat het sociaal domein heel erg breed is en soms ook onoverzichtelijk. Nou, vervolgens hebben we het gevuld. Nou, dat heeft Martien er al wat over verteld. En we zijn gaan communiceren. En communiceren met onder andere lokale coalitie en met andere partners in het werkveld. En daar geven ze eigenlijk twee belangrijke dingen aan. En dat is één, ze vinden het echt een meerwaarde. En volgens mij gaf Gouw dat net ook al aan. Maar twee ook, ze vinden op dit moment, zoals wij in de kerkraad hebben gevuld, dat de zorgwaarden nog te uitgebreid zijn en dat er ook nog keuzemogelijkheden zitten. Bijvoorbeeld verschillende organisaties waar je naartoe kan. Wat wij bij het vullen belangrijk vonden, is dat het niet één naam en een telefoonnummer was. Want als de persoon weggaat of hij is ziek of iets anders, dan is het niet bereikbaar. Maar we zijn dus wel naar bijvoorbeeld e-mailadres gaan gebruiken van de toegang. We doen heel veel via de toegang van onder de gemeente en tot die verder kunnen doorleiden. Die weten, daar zitten drie mensen achter die telefoon, achter die e-mail. Die weten precies wat er verder hoe het sociaal domein is ingericht. Dus, maar dat is wel nog een aandachtspunt om daar goed naar te kijken. En dan de laatste dia, Danielle. Dankjewel. Nou, zoals wat ik net al aangaf, hoe het tot nu toe is. We zijn nu bijna een jaar onderweg. En wat we zien is dat, en dat moet ik er wel nog even bij vertellen, dit is natuurlijk geen vervanging van een knooppunt. Het zit daarvoor. Op het moment dat je dan om meerdere waar het taakveld komt, hè, Martien liet er net 18 zien, als je er dadelijk ook 2 of 3 hebt, dan lijkt het me toch raadzaam om over te stappen naar een knooppunt. Maar daarvoor is deze tool ideaal. En waarom is die ideaal? Omdat die effectief is. Mensen weten heel snel, ook al werk je niet in diezelfde gemeente, waar je terecht kan. Het is preventief, het is vroegtijdig. En ook je kennis wordt vergroot. Nou, als we dan gaan kijken... Joep, mag ik je even iets vragen? Want je noemde net knooppunten. Hè? En ik weet niet of iedereen weet wat dat is. Misschien zou je dat heel kort kunnen toelichten. Zal ik doen als ik het laatste heb over de verbeterpunten. Kom ik even terug op de knooppunten. Is goed, ja. Ja, goeie vraag, Danielle. Maar als we nu gaan kijken, wat zijn nog de verbeterpunten? Hè, is dat de key user functie goed te borgen. Want op dit moment hebben we binnen de gemeente... ben ik zelf key user en we hebben dus ook een consulent jeugd die dat ook kan doen. En dat is voor meerdere gemeenten dus het feit. Personeelstekorten zorgen ervoor dat er keuzes worden gemaakt. En dan gaat de casuïstiek gaat ten alle tijde voor het vullen of het updaten van een tool. En ten tweede, bijvoorbeeld ik zelf ben ook heel erg betrokken bij de opvang van de Oekraïne. Wat ook gewoon voor zorgt, en dat is bij meerdere gemeenten zo, dat je minder tijd krijgt voor iets. Nou, hoe hebben we dat wel opgelost? Ik heb mijn collega's binnen het team jeugd, heb ik stap voor stap steeds meegenomen wat ik aan het doen was. Dat betekent dat ze precies weten tot deze tool er is. Als ik geen tijd meer zou hebben, hoef ik ze alleen uit te leggen hoe ze moeten vullen. Maar het hele feit tot de tool er is en waarom er is, dat weten ze. En dat gaf Gouda ook nog even aan, als het gaat om communicatie. En we krijgen nog heel weinig van samenwerkingspartners terug. Hey, dit klopt niet, of dit is een ander adres geworden, of. Dus dat betekent dat we in de communicatieve zin ook daar nog wel wat stappen voor moeten zetten. Nou, dan ga ik nog even terug naar de vraag, Daniel, van de knooppunten. Terechte vraag. Knooppunten is in zoverre wel een bekend gegeven binnen het onderwijs. Dus dat verschillende partners samen met de ouders gaan kijken om een hulpvraag te beantwoorden.
En dat hebben we voor de kansrijke startgroep, de 0 tot 2-jarigen, tenminste 9 maanden tot 2 jaar, hebben we dat in ieder geval in een aantal pilotgemeentes binnen onze regio, binnen Parkstad. Dat is Kerkrade onder andere, maar dat is ook Landgraaf en Heerlen en Vaals. Hebben we ook op diezelfde voet ook knooppunten georganiseerd voor als er vragen zijn op meerdere gebieden, om snel te kunnen handelen samen met de ouders. Wat is je hulpvraag? Wie moet erbij betrekken? Zonder dat het begint te sluimeren bij één organisatie en dat je morgen 2-3 maanden verder bent. En in Kerkrade hebben we daarvoor gekozen om een kernteam. Dus dat is altijd een schoolmaatschappelijk werk vanuit de welzijnsorganisatie en een jeugdverpleegkundige van de JGZ. Dat is het kernteam. En de vraag die er dan bij hun komt via een algemeen e-mailadres. Dan gaan ze samen kijken welke partner gaan we dan nog meer voor uitnodigen om dat knooppunt te organiseren. En zo'n knooppunt kan in feite binnen een week dan georganiseerd worden samen met de ouders. Dat is misschien een kort, mochten er dan vragen over zijn, dan hoor ik dat wel. Is dat een beetje een antwoord op je vraag, Danielle? Ja, dankjewel Joep. Ik weet niet of er naar aanleiding van het verhaal van Joep nog andere vragen zijn. Ik zag volgens mij niks in de chat. Martien zie ik een handje. Ja, mag ik nog één aanvulling geven? Want wat Joep aangeeft is zo belangrijk. Ik heb net de feedbackknop laten zien. Daar kan iemand zeg maar aangeven, goh, wat klopt er niet? Maar het is nog veel mooier om dat gewoon lokaal te doen, hè, met de partners. Een telefoonnummer klopt niet of een partner waar we 20 jaar mee samenwerken, staat er niet bij. Dus het bespreken zeg maar, met je gemeente en lokale coalitie is ja, denk ik wel de eerste tafel waar je elkaar moet uitnodigen om dit te doen, lijkt me. Maar daarin, ja, beide opties zijn er. We hoeven niet te dwingen. Als het maar via een van die routes naar boven komt. Ja, en ik zie ook nog in de chat staan de vraag, wat heeft de pilot aan resultaten gebracht? En misschien goed om nog even te duiden, de pilot, dat ging met name dus om het vervolgen, een beetje wat Angela in de inleiding ook aangaf, hè, dat er 5 gemeenten uit mijn hoofd meegedaan hebben aan de pilot, eigenlijk om de zorgbare tool verder te ontwikkelen en klaar te maken voor alle coalities in Nederland. Dat was het doel van de pilot. Dus dat is waarom Gouda en andere gemeentes daaraan deel hebben genomen. Zijn er nog andere vragen voor Joep of nog voor Brenda van Gouda? Ondertussen denk ik dat als we kunnen samenvatten wat door Joep en door Brenda is verteld, dat er dus echt wel een aantal aandachtspunten zijn bij het vullen en om te zorgen dat de zorgbare tool ook goed gaat werken. Dat heeft alles te maken met het hoe zorg je dat die up-to-date blijft? Welke afspraken maak je daarover? En dat die ook steeds actueel is. En Joep zegt ook heel terecht, dat staat soms best wat onder tijdsdruk, als er ook allerlei andere prioriteiten zijn. Hè? En ook Brenda noemde dat die verspreiding naar de achterban. En om daar goede afspraken over te maken. Dat is dus ook een belangrijke. Om te zorgen dat die inderdaad ook levend wordt, de zorgbare tool. En het andere is ook, denk ik, heel belangrijk om met elkaar te kijken, ook in de coalitie daarover na te denken van hoe evalueren we en zorgen dat het ook in de praktijk gaat werken. Dat is ook wat Brenda vertelde, waar zij nu ook een beetje over aan het nadenken zijn. En in dat verband is het misschien nog even leuk om te noemen hoe Deventer ook daarmee omgaat. Die hebben inmiddels 2 ambassadeurs benoemd. Dat zijn ook de key users van de zorgbare tool. Een verloskundige en iemand van de jeugdgezondheidszorg. Die hebben ook daar, in ieder geval de verloskundige heeft daar ook uren voor gekregen. En wat zij doen is ook als er netwerkbijeenkomsten zijn, dat zij echt een bijeenkomst altijd beleggen over de zorgbare en aan de hand van casussen gaan bespreken wat in de praktijk, wat ze ook tegenkomen en hoe daar de zorgbare wel of niet bij aansluiten. Om zeg maar op dat moment ook met elkaar te evalueren. Dus dat ook eventjes nog als een voorbeeld naast alles wat net ook is genoemd. Dus ik denk dat dat wel belangrijke lessen zijn. Hè? Ik zie Joep ook een beetje knikken om hiermee verder te gaan. Ik heb nog wel een aanvulling, als het mag. Ja. Okay, we hebben natuurlijk met Martien ook afspraken gemaakt over het evalueren, maar ook het up-to-date houden. Hè? Dat betekent dat ik voor in november in mijn agenda dus vrijgeblokt heb om alle zorgpaden
nog eens een keer helemaal goed door te leggen, nog eens met alle partners gewoon het contact te leggen. Dat heeft twee redenen. Eén is inderdaad om het up-to-date te krijgen, maar twee, om ook weer al die zorgpartners weer even in het vizier te krijgen en hun de tool in het vizier te krijgen. Dat is één. En twee, Martien refereerde toen net volgens mij al een keer aan een bijeenkomst in Maastricht een paar weken geleden. Ja, ook daar zie je dus, en daar waren best veel verloskundigen bij aanwezig. En dit is denk ik niet alleen voor verloskundigen, maar dat is natuurlijk voor de hele doelgroep van tot 2 jaar. Hè. Waarin je dus weer het op het weer aangeeft tot de tool er is. En dan merk je toch, en dat zijn die, ik zou maar zeggen, die nazitten, hè, die waar nog wat glaasje fris gedronken wordt. En tot gemeentes gewoon onderling en ook verloskundige praktijken onderling zeggen van, hey, hoe zit het nou en heb jij daar ervaring mee? En dus dat het ergens een olievlek gaat werken. Dus het is ja, het is een kwestie van vaak herhalen. Maar het is ook een gedeelde verantwoordelijkheid. En ik heb het in de lokale coalitie, hebben we het nu een keer besproken. Nou, daar gaf bijvoorbeeld iemand van de huisartsen aan van, ja, er staat te veel tekst, bijvoorbeeld bij een aantal zorgpaden. Nou, dan gaan we dat aanpassen. Dus laat vooral eerst kijken van, waar kan ik toe verwijzen? En dan, als eronder nog een stuk tekst komt, dan kan ik dat alsnog wel lezen. Nou, dat pas je dan bijvoorbeeld aan. En binnenkort komt de lokale coalitie, komt die nog een keer terug. En zo breid je dat ook naar je netwerk uit. Dus dat wil ik wel nog even aangeven. Want als we luisteren wat het werkveld ons teruggeeft, zijn ze allemaal enthousiast over tot die tool er is. Dus ik zou ook vooral iedere gemeente op willen oproepen om hem in ieder geval te gaan vullen. Want het moment dat mijn buurgemeente hem niet heeft, en heel veel van onze samenwerkingspartners werkt gemeente overschrijdend, dan ja, heb je daar wel is het eigenlijk een 1+1=3 variant als je het met alle gemeentes hebt gedaan. Dank je, Joep. Mooie aanvulling. Ook nog weer even hè, die gedeelde verantwoordelijkheid die daarin een rol speelt. Ik zie, als er nu verder geen vragen zijn, die komen misschien ook later, wil ik jou ook gewoon van harte bedanken voor het delen van jouw ervaring. En dan geef ik het woord nu terug aan Christa. Ja, dankjewel Carla. Nou, ik denk heel erg mooi om zo wat praktijkervaringen ook te horen. En ook mooi om van jou te horen, Joep, hoeveel meerwaarde het heeft in de praktijk. Ook nog wel een aantal belangrijke aandachtspunten rondom het borgen en het verder brengen van. Maar wat bij mij ook wel echt is blijven hangen, is ook een beetje waar Martien mee opende. 60% van de klachten hebben een niet-medische oorzaak. Joep gaf daar een heel mooi voorbeeld van. Hè? Hoge bloeddruk veroorzaakt door stress bijvoorbeeld, waar je als verloskundige bijvoorbeeld wel degelijk mee te maken hebt, maar waarbij die verbinding met het sociaal domein en andere partners die daarin mee kunnen denken bij het ondersteunen van deze zwanger in kwestie is dan heel erg belangrijk. En wij horen natuurlijk ook terug vanuit de praktijk, en dat is wel ook wat Joep ook al aangaf, hè. Soms is het ook een valkuil om te volledig te willen zijn in je zorgpaden in de tool. Mensen willen vooral natuurlijk ook snel, efficiënt informatie kunnen vinden. Dus ook een beetje de spagaat met wel de keuzevrijheid willen geven. Dus die is in de praktijk ook wel eens ingewikkeld. Maar dat zo'n tool ertoe bijdraagt dat je elkaar snel en efficiënt kunt vinden, waar dat eerder natuurlijk niet zo was. Ik heb echt nog wel meegemaakt dat zorgpaden ergens op een H of O schijf verstopt stonden en dat niemand eigenlijk wist waar ze ook alweer stonden en wanneer ze voor het laatst geüpdate waren. Nou, die tijd is dan hopelijk met deze tool definitief voorbij. En natuurlijk enorme meerwaarde, dat zei Brenna ook al eventjes, dat je over gemeenten heen kunt kijken. Dus dat het niet alleen de zorgpaden zijn die misschien al wel bekend zijn of waren, maar dat je ook in naburige gemeenten kunt kijken wie je daar als contactpersoon kunt benaderen. Dus de meerwaarde staat, die lijkt me overduidelijk. De instructie van Martine, we hebben vandaag bewust voor gekozen om niet heel uitgebreid nog een keer het invullen van de tool. Maar daar hebben we wel eerder een webinar over gegeven die ook nog online te vinden is. Maar dan ga ik wel even naar Daniel en Carla kijken welke datum dat ook weer was. Want dat helpt. Of misschien kunnen we dat linkje nog even nasturen naar de mensen die ze vandaag hadden opgegeven. Want als je nou zegt, nou dat was interessant, maar dat gaat me ook een beetje snel.
Dan kan je die dus altijd nog terugkijken. Maar nog belangrijker misschien is dat er ook in de tool zelf allerlei mooie instructievideo's staan voor eigenlijk ieder onderdeel wat je nodig hebt om dit met elkaar goed te kunnen doen. Dus neem vooral ook de eerste keer even rustig de tijd voor jezelf om de tool gewoon te bekijken, de filmpjes te bekijken, eventueel dat webinar nog. Nou, en dan eigenlijk heel mooi de processtappen die we vandaag vanuit de praktijk hebben gehoord. En ik denk dat het goed is dat wij ook als VAROL zijnde en samen met Martien en VWS jullie goed blijven informeren over voortschrijdend inzicht. Hè, als er eens een keer een mooi communicatieplan inderdaad gemaakt is, dat we dat nog een keer op deze manier ook met jullie delen. Et cetera. Dus, de zorgpaden tool wordt natuurlijk ook continu nog doorontwikkeld. We hebben 2 keer per jaar een redactieraad waarin jullie feedback die je binnen de tool ook kunt nalaten, achterlaten, die wordt daar uitgebreid besproken. Dus dat betekent dat er gaandeweg misschien ook veranderingen, nieuwe functies worden toegevoegd. Dus dat het ook interessant is om jullie en daarnaar te blijven kijken, maar ook dat wij jullie daar goed over blijven informeren. Dus als er op dit moment nu verder geen vragen zijn, zou ik vooral zeggen, wordt vervolgd. Vraag ook vooral ondersteuning bij je desbetreffende adviseur in jouw gemeente. Wij kunnen natuurlijk niet bij elke gemeente ernaast en helemaal samen die tool gaan vullen, maar dat lijkt me sowieso niet het juiste proces. Dat heeft Joep onder andere ook goed uitgelegd. Dat moet je doen met iedereen die betrokken is en met elkaar om tafel. Maar als je zegt, denk nog eens even mee in hoe ik die mensen aan tafel krijg, of ik kom dit nog tegen in die tool, dat snap ik niet helemaal. Vraag vooral om hulp, want daar zijn wij ook voor. Dan gaan we het daarbij afsluiten, denk ik. Heb ik nog iets vergeten, Carla, Danielle? Nee? Goed. Dan wil ik alle sprekers van vandaag ook hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. En dan wens ik iedereen een hele fijne middag.